Kijkers, goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Het is vandaag woensdag, dus je kunt begrijpen, het is weer een nieuwe onderdeel van In Gesprek met interessante gasten. Wij hebben vandaag in de studio mevrouw Rowena Verdies. Zij is stafmedewerker van de afdeling Handel. Ja, van de afdeling Handel. Ja, soms moet je even goed nadenken. Van de afdeling Handel van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme. Wij gaan een gesprek hebben over de internationale beurzen die er zijn voor ondernemers in onder meer China en in Cuba. Mevrouw Verdies, welkom erbij. Hartelijk dank, mevrouw Goudlaan. Oké, internationale beurzen. Vertelt u zo een beetje, wat kunnen ondernemers verwachten of wat wordt er van hun verwacht tijdens zulke beurzen in het buitenland? Wat er voor de ondernemers te halen valt, is zeg van dat ze hun product of dienst kunnen promoten op de internationale markt. Maar behalve dat, ze kunnen ook een samenwerking aangaan met internationale handelaren. Waarbij ze dan kennis kunnen opdoen, maar ze kunnen hun business ook upgraden. Uh-huh. En als we kijken naar de voorwaarden van hun producten, dan heb je dan de internationale standaarden. Maar dan gaat het meer om de labeling als eerst, uh-huh. Maar ook het product zelf dat je gaat leveren. Want dan moet het ook voldoen aan bepaalde standaarden en eisen. Uh-huh. En over welke ondernemers gaat het zo een beetje? Hebben jullie een lijst van wie zich allemaal heeft opgegeven? Tot nu toe hebben we binnen verschillende branches. We hebben behalve de handel, hebben we dan ook het toerisme. Ook het industriegedeelte. Dan hebben we dan de tour operators hebben we. We hebben dan ook degene die cosmetische producten vervaardigen. Heb je dan ook zeepsoorten, dranksoorten. Het is allemaal ook een verschijnend hoor. Maar je hebt ook de mensen die cassave planten en ook ananas. Want dan gaan ze dan de producten confijten. Worden ze dan zo geëxporteerd. Maar je hebt ook de product zelf die ze exporteren. We hebben ook al begrepen dat voorafgaand aan deze beurzen kunnen meedoen, dat ze trainingen krijgen vanuit het ministerie. Dat klopt. Die trainingen worden verzorgd vanuit de afdeling ondernemerschap. Dan gaat het meer om het schrijven van een businessplan. Uh-huh. Maar er zijn ook andere verkorte trainingen hoor. Maar het gaat erom dat we de ondernemers de nodige kennis en vaardigheden meegeven. Uh-huh. Want vaak genoeg willen ze een lening aangaan bij de bank, maar dan kunnen ze niet een perfecte businessplan schrijven. Of daar zitten ze vaak genoeg ermee zeg van hoe moet ik het doen. En dat is meestal een drempel voor ze. Uh-huh. En dan helpen we ze ook daarmee. Dan heb je dan de KMO-fonds voor. Uh-huh. Klein, middel, ondernemers. Ja. Maar hoe was eigenlijk de reactie vanuit de ondernemers dat ze op internationaal niveau hun waar aan de man kunnen brengen? Het is verschillend. Waarom zeg ik dat? Vele van ze hadden het niet verwacht. Ze hadden ook niet gedacht dat ze op de internationale markt zouden komen. Omdat de meeste ondernemers ook met een handelsvrees zitten. Mm. En anderen die zijn nog vinden zich van, ik ben er nog niet klaar voor. Okay. Dus de gevoelens zijn verschillend. Maar als we zeggen van, of als zij aangeven zeggen, we zijn er nog niet klaar voor. Dan gaan we ook na zeggen van, waarom geef je dat aan? Want als je zeg van je wil ondernemen en je bent de ondernemer, dan ga je stappen moeten wagen. En dan begeleiden we ze ook in het traject. Uh-huh. En als ik me niet vergis, was er al een internationale expo in China, als ik me niet vergis. Ja. En hoe is die dan verlopen? Waren er, hoe zijn de Surinaamse producten verwelkomd in China? Vorig jaar in november hadden we de eerste China International Export Expo 2018. En dan zijn we dan met verschillende ondernemers daar naartoe geweest en we hebben ook producten van ze geëxposed. En het is heel goed aangekomen. We zijn ook met producten van SAB geweest. Die hebben het enorm gescoord omdat we daar de cocktails van hebben gemaakt. Ja, soapy. Ja, klopt. We hadden ook wijnsoorten. Maar het is ook zo zeg, dat de Chinese gemeenschap wijn en alcohol gebruiken om te koken. En de percentage die zij nodig hebben, kunnen ze daar niet vinden op de lokale markt. Oh. En SAB voldoet aan hun percentage. Onze wijnsoorten zijn ook weer anders. Uh-huh. Toch, want wij hebben niet grote fabrieken waarbij wijn wordt gemaakt.
Doch hier het heeft een heel rijpingsproces en een heel andere procedure. Het wordt met alle liefde gemaakt, om het zo te zeggen. Surinamers horen van alles dat met liefde te maken heeft. Tuurlijk. En dat hebben we ook gebracht hoor, op de beurs en dat doen we steeds weer. Maar het is ook zo dat de toerismebranche ook heel goed heeft aangeslagen omdat we eigenlijk onze natuur hebben uitgebeeld. Doch wij staan bekend om ons groen. Maar we hebben niet echt daarmee geëxposed. Uh-huh. We hebben geëxposed zeg, van wat kunnen we allemaal maken van de natuurproducten. Doch, want we weten dat er takken vallen vanuit de bomen. Je hebt ook andere delen die vallen. Doch, en bepaalde vruchten. Wat maken we ervan? Uh-huh. En ze stonden er echt versteld om. En dan ook onze binnenland ook alweer. Hoe het eruit ziet met alle vogels. De birdwatching is ook in trend bij hun. We hadden onder meer ook hetgeen wat we vervaardigen uit hout. Want we weten ook zeg, van dat China graag onze houten importeert. Uh-huh. Maar ze zijn eigenlijk versteld zeg, van dat we uit hout hele kleine producten maken. Maar ook hele grote producten. Het is ook goed om te weten en door te geven dat onze letterhout voorkomt op het dashboard van die BMW die ze daar vervaardigen. Die stoelen die ze maken, kokosbast, wordt erin verwerkt. En ze zijn ook op zoek naar mensen die dat kunnen leveren. Dus het is eigenlijk nu alvast een oproep voor de mensen die daarmee bezig zijn. Dus ja, klap. ATV, altijd een goed idee. Dus we proberen ieder op de hoogte te brengen van alles en nog wat dat er zich afspeelt. Ja, maar we moeten ons ook niet vergissen. Hè. China staat ook bekend om hetgeen wat ze produceren van die grote designers. Maar we hebben onze eigen Christel Nirk hier als designer. Haar producten worden daar vervaardigd. En het slaat ook heel goed aan op de markt. Uh-huh. Toch de tassen, de kledinglijn, ze is nu aan het uitbreiden met schoenen. En dat komt ook heel goed aan. Waarom? Omdat zij de marron-tekens gebruikt in haar werken. En voor hun is het vreemd. Want dan willen ze weten zeg, van wat zijn die tekens en wat houdt het in. En als je ze vertelt, toch, dan is het van oké, het is heel goed. Want Chinezen, zij houden hun cultuur ook hoog, net als hoe wij dat doen. Dus binnen elke branche hebben we echt een goede beurt gehad. Als we het ook hebben over onze olie, onze zeepsoorten, dan staan we ook goed. Omdat ze nu ook de overstap willen doen van eigenlijk het chemische naar de natuurproducten. Uh-huh. Dus dat is nu een opkomende markt en we zijn recentelijk bezig met China. Dan hebben we dan ook de Second China International Import Expo, ook weer in november dit jaar. Maar dan hebben we aansluitend ook Hunan. Hunan is ook weer een ander handelsexpo, handelsbeurs. Maar daar blijven de producten permanent. Oh. En nu hebben we veel meer mensen en producten kunnen aanwerven voor die markten. Oké, okay, want daar hebben ze tenminste een markt gevonden om de afname van hun producten te nemen. Klopt. Dus dat is dan sowieso, want we hebben verschillende ondernemers, we hebben verschillende mensen die van alles en nog wat vervaardigen. Dus het is ook altijd goed dat ze weten wat ze kunnen verwachten. En als ze weten dat er een markt is, dat ze weten dat ze ook daaraan kunnen verdienen. Want dat is het belangrijkste als je ondernemer wordt. Dat klopt. Maar ze zijn ook op zoek naar halffabrikaatproducten. Want je hebt ook ondernemers die niet die eigenlijk halffabrikaat produceren. En dan zoeken ze ook naar afzet. Voor hun zijn er ook markten. Mm-hmm. En hoeveel ondernemers gaan dan mee naar de beurs die in november wordt gehouden? In november hebben we er 3 beurzen. Oké. Okay. En ze vallen bijna samen. En even kijken hoor, want er zijn er zoveel. Maar als ik kijk naar de second CIIA in 2019, die start op 5 november en het eindigt 10 november, hebben we dan in de Healthy Lifestyle hebben we er 18 ondernemers. Wauw. En in de food afdeling hebben we er 12. En als we kijken naar Hunan. Hunan is een expohal waarbij Suriname een blok heeft en wij onze producten kunnen uitstellen en onze diensten ook kunnen exposen. En dan maakt men dan rechtstreeks contact met. Het is net als een KKF. Uh-huh. Het is een heel groot hal. Men loopt naar binnen, men is geïnteresseerd. Ze werken met de QR-code, gaan ze scannen en dan worden ze direct gelinkt naar de ondernemer. Uh-huh. Die begint 3 november. Dat is wel permanent.
En dan hebben we dan een regulatiesysteem waarbij we om de zoveel tijd gaan om producten aan te vullen, maar ook te vernieuwen als het moet. En we hebben dan ook de beurs op Cuba, Havana, dat is FIHAF. Die begint 4 tot en met 8 november. Dat is ook voor ondernemers waarbij ze hun waar kunnen produceren, uitstellen. En dat telt tot nu toe 16 man waarmee we gaan. Oké. En hoe staat het dan met de kosten? Is de kosten ook een van de drempels waarvan de ondernemers een beetje bang zijn van, moeten zij een eigen inkomen hebben en het ministerie vult aan? Of worden zij daarvoor gesubsidieerd? Hoe zit het allemaal in elkaar? Financiën blijft een bottleneck. Hoe je draait of keert, het blijft een bottleneck. Maar daarvoor is het ministerie er. We hebben verschillende mogelijkheden. Uh-huh. Allereerst als je naar een beurs gaat en je zegt je wilt deelnemen. De kosten die je voor je eigen rekening hebt zijn verblijf, de ticket. Ja, je verblijf en de ticket heb je. En als je zegt van dat je een ruimte wil nemen, dan heb je dan ook de boetkosten. Soms kan het wel zijn dat we voor een klein deel inkomen als ministerie. Maar het hangt allemaal af van de kostenplaat van de expo zelf. Uh-huh. Wat wij als ministerie wel doen, is zeggen dat we ze tegemoet komen met de vracht die weg moet en het andere logistieke. Uh-huh. Dat hebben we wel. Maar als de ondernemer zegt van ja, ik wil graag proberen of ik wil de markt op, maar het schikt mij niet, dan zeggen we van geen nood. Je kan meedoen en dan gaan wij met je product en dan gaan we hem dan voor je uitstellen. We gaan hem dan voor je promoten en verkopen. Ja, want dat zou mijn volgende vraag zijn. Is het wel voorgekomen dat die ondernemers hun producten aan het ministerie hebben gegeven om aan te geven? Je moet dit en dit en dit uitleggen en dan als ze verdere vragen hebben, dan hoor ik het wel van jullie als jullie terug zijn. Jawel, nou we wachten niet totdat we terug zijn hoor. Als we je product meenemen, gaan we sowieso voorbereid, omdat die kosten dan voor jouw rekening zijn. Want je gaat ons flyers moeten geven, businesskaarten, we gaan ook met promofilmpjes weg. Dus eigenlijk, we gaan met de hele handbag weg. Uh-huh. Want we gaan gewoon gevest klaar op de handelsmarkt. En als er dan contacten zijn of geïnteresseerden zijn, dan linken we dan direct. Oké. En dan geven we dat ook aan en dan krijg je het ook te horen. Op zich, wanneer wij eigenlijk de brug hebben gebouwd voor je, we laten je niet los, maar we laten je gewoon dat je gewoon even vrij handelt. Dat is een één-op-één business dat je gaat doen. Het ministerie komt in beeld wanneer het nodig is. Uh-huh. En hoe zag het evaluatieproces eruit na de eerste keer dat jullie met ondernemers zijn weg geweest of met hun producten? Hoe was de evaluatieprocedure? De evaluatie is verschillend. Je hebt hem individueel, maar je hebt hem ook in groepverband. Of wanneer de ondernemer ons nodig heeft, komt die bij ons. Dus het hangt allemaal van de geaardheid en de doelstelling af van de beurs. Uh-huh. Want je hebt ook andere ondernemers die zelf afreizen, maar is het gewoon voor businessgesprekken. Uh-huh. Dus wij kijken nog even zeg van hoe verder. Wij brengen je er naartoe, we geven je dan ook richtlijnen. Zeg van, dit is de onderhandelingsstrategie, dit moet u bereiken. En dan zit je dan ook weer met de tarieven als je al die dingen gaat moeten exporteren. En dan geven we je dan ook mee, zeg van, waarmee moet je rekening houden. Maar dan heb je ook de afdeling ondernemerschap die je dan ook begeleidt. Daarom hebben we ook de trainingen. Uh-huh. Zodat jij zelf ook weet waarop je moet letten. En vaak genoeg hebben we ook een vrije handelszone. Uh-huh. Waarbij we dan producten kunnen opsturen en is het dan invoerrechtenvrij. Kunnen we importeren, exporteren, dus valt het binnen de CARICOM-verdrag. Dus het is allemaal verscheiden. Uh-huh. Want jullie hebben het, u heeft het gehad over onder andere China en Cuba, maar zijn er wel andere streken of regio's waarin het ministerie ook probeert om de ondernemers een platform te bieden? Jawel, we kijken ook richting Panama. Maar nu heb je Copa Airlines. We kijken ook richting Rusland. We hebben ook Turkije. Er zijn verschillende landen. Dus het ministerie staat niet stil. Daarom hebben we ook een Facebookpagina. Men kan het ook gewoon vrij bezoeken. Want we zijn gewoon
nationaal bezig, maar ook internationaal. En mensen zouden zich afvragen, Turkije, Rusland, wie hebben we nou daar dat we onze producten daar... Oké, maar om het, je heeft het over interessante landen genoemd, maar hoe staat het met de taalbarrière? Want vaak genoeg, de meeste Surinamers weten dan een beetje Engels te praten, anderen een beetje brokken Engels. Maar hoe komt het, hoe staat het dan met de landen waarnaar we zelf naartoe gaan? Staan zij er wel open om Engels te praten als ze iets willen weten? Basistaal, internationaal taal is Engels. En als je daaraan komt en je bent het taal niet machtig en het gaat een beetje moeilijk om in het Engels te converseren, geen probleem, er is een tolk. Maar dus dat is ook weer een ander traject. Wij gaan dan op zoek, zeg van, oké, intern zijn we de taal niet machtig. Dan gaan we op zoek naar een tolk. En die gaat ons verder helpen. Of we zoeken een tolk hier en we reizen ermee af. Oké. Hebben we ook Russen en Turken en Suriname als tolk? Nou, tot nu toe niet tegengekomen, maar dus daarom doen we het in het Engels. Maar als we naar China gaan, hebben we dan ook de Mandarijnse taal. En als de mensen hun bedrijfsinformatie aanleveren, dan zetten we het wel om in het Mandarijns. En dan hebben we dan ook de Spaanse taal. Dan wordt het ook omgezet. Maar de rest zijn we nog even aan het tasten. Ja, jullie zijn nog aan het tasten. Ja. Oké, nee, want als ik het zo allemaal hoor, dat we zeggen, het ministerie boert tenminste goed. Ondernemers hebben wat aan het ministerie nu. Want vroeger zei mij altijd, ja, die ministeries zijn er vol spek en bonen. Maar blijkbaar heeft het ministerie van Handel en Industrie zich toch nog kunnen bewijzen dat ze er zijn voor de ondernemers. Dus dat is ook een van de belangenbehartigingen van het ministerie, neem ik aan. Jawel, kijk, het is ook part van de media. Want als we activiteiten hebben, het wordt bekendgemaakt, dan is het ook de plicht van jullie dat jullie alles gaan belichten. Maar als ministerie ook werken we ook eraan. Kijken ze van, wat kunnen wij ermee doen? Daarom hebben we onze Facebookpagina, die steeds weer wordt bijgehouden. En dan wordt alles dan daar gepubliceerd. Het kan zijn voor een activiteit, tijdens een activiteit of daarna. Maar wij zorgen wel ervoor dat je als ondernemer op de hoogte blijft. En dan hebben we dan binnen alle sectoren, dan hebben we het over handel, industrie en ook wel toerisme. Het is ook zo dat we dan onze overheidskanaal ook hebben. En zoveel mogelijk waar echt publiciteit aangegeven moet worden, dat wij of de afdeling voorlichting ervoor zorgt dat het wel wordt gepubliceerd. Allemaal een heel mooi mond vol. Dus wij hopen in ieder geval dat de Surinaamse ondernemers het met beide handen aangrijpen, vooral wanneer zulke opportunities zich presenten, zegt men. En het is toch wel goed om te horen dat anderen het wel aannemen en aangrijpen om hun product niet alleen in Suriname voor te dragen, maar ook de buitenwereld te bewijzen wat wij als Surinamers kunnen. Jawel. En we helpen ze ook heel graag hoor. Want we merken het ook wanneer we naar de dependance toe gaan. En dan hoor je vaak, ja, maar ik denk niet dat ik het haal of ik ben er nog niet klaar voor. Weet je, en dan gaan we dan echt motiverend bezig zijn. Daarom zeggen we ze ook, zeg van, als je vindt zeg van, dat er niets gedaan wordt of je voelt je echt niet geaccepteerd als ondernemer of je ziet geen mogelijkheden, stap naar het ministerie toe. Je bent er allemaal vrij in. Toch gaan we dan met je zitten, gaan we dan met je praten en begeleiden in het traject waar je naartoe wil gaan. We zeggen ook, zeg van, maak gebruik van de technologie. Toch bezoek de Facebookpagina's. Want we zijn allemaal op Facebook, maar waarvoor gebruiken we het? Toch laat het gewoon echt even nuttig zijn, als je echt vooruit wil komen. Ga even searchen. Je kan ook gewoon op Google, internet kan je ook gewoon searchen. Toch, stuur gewoon even een mailtje. Of je bent er allemaal gewoon even vrij in. Of praat met ondernemers die een bepaalde level ook hebben bereikt. Zeg van, hoe komt het? Of wat kan ik allemaal doen? Wat voor tips heb je voor me? Dus peer-to-peer ondersteuning promoten jullie dan ook bij het ministerie? Onder andere, want ook op de internationale markt, wanneer er beurzen zijn, hebben die ondernemers ook de ruimte om met anderen te zitten. En dan binnen een workshop echt te werken aan hun upgrading en het alles. Dus ik wil gewoon zeggen, zeg van, zit niet maar gewoon op je kruk
of via stoel en zegt van, ja, het zal eens wel lukken. Of ja, waarvoor is het ministerie er? Ik zie er geen nut in en zo. Want ik zeg altijd, zeg van, als je iets niet hebt geprobeerd, kan je niet zeggen van, het is geslaagd of niet. Het is goed of niet. Klopt helemaal. En helpt het ministerie als bijvoorbeeld er zijn startende ondernemers, helpt het ministerie ook moeten de ondernemers hun producten zelf branden? Of geven jullie ook richtlijnen van je kunt dit en dit en dit proberen? Want is net als wat u zei, Facebook is er, maar waarvoor wordt het gebruikt? Worden dat soort ideetjes ook aan de ondernemers gegeven van hoe ze hun producten kunnen tentoonstellen, vooral in Suriname? Want de eerste markt sowieso, het zijn onze eigen Surinamers. Ja. Worden zulke richtlijnen ook gegeven aan de ondernemers? Jawel, zeer zeker. Als u gaat naar Wakapasi, die is niet zo lang geleden geopend. Het ministerie heeft dan een unit daar. En als je vragen hebt, kan je gewoon vrij stellen. Maar gezien het feit dat we bezig zijn met internationale beurzen, zetten we dan die tips ook op onze Facebookpage. Uh-huh. En de ondernemers ook, wanneer ze hun producten aanleveren of als ze contact met ons opnemen en ze geven aan wat ze doen en we vragen beeldmateriaal, dan zeggen we ze ook, zeg van, kijk, daarop moet u letten. Toch? En dan, we geven ze direct die upgrading. En dan we verwijzen ze ook naar de desbetreffende personen en afdelingen. Dat doen we best wel. Tenminste, ze hebben het nodig en het moet, want het is onze plicht als overheid. Klopt. Ik zou willen wat zeggen, maar liever niet. U heeft het net gehad over de Wakapasi. Hoe staat het er allemaal? Zijn het meer crafts die daar worden tentoongesteld? Of hoe is het daar een beetje allemaal aan toegegaan bij het ministerie? In samenwerking met de First Lady? Nou, wat ik kan aangeven is dat het vrij verschillend is. Want ik heb zelf ook een bezoekje aangebracht. En de meeste mensen die daar hun producten uitstallen, zijn er reeds op de internationale markt gebracht door het ministerie. En de komende 3 beurzen gaan ze ook weer participeren. En dus het was een gevoel van trotsheid, van oké, deze hebben we onder onze vleugel gehad. Zeker. Kijk, het boert goed als je bezig bent en mens ziet je. Oké, ja, het maakt niet uit welke hoedanigheid mee je ontmoet wordt. Maar het doet je goed als mensen zeggen van, ik heb het geprobeerd, ik heb geluisterd en het is gelukt. Of kijk, hiervan heb ik daarvan gemaakt. Want wij zijn ook zo vrij om te komen met ideeën. We zien het, zeggen van, maar wat vind je ervan als je daarvan iets maakt of als je dat probeert? En als ze het doen, als ze het proberen, dan zien ze van ja, het slaat aan. Want we hebben gezegd van, kijk, hier moet je ook kunnen produceren, ook kunnen verkopen. Want je hebt ook toeristen die komen. Toch? En dan wachten we niet van wanneer ze hier landen op airport. Je hebt de grenslanden. Die mensen pakken makkelijk een boot en ze steken over. Toch? En je moet je product ook aan hun kunnen verkopen. En wij als Surinamers moeten je product ook kunnen kopen en ervan kunnen genieten. En iets als mond-op-mond reclame moeten we niet onderschatten. Mofo Kranti. Ja. Als het product goed werkt bij mij, ik ga erover praten. En ik promote je al, ik verkoop je al. Klopt helemaal. Toch? En aan de ene kant zeggen we ze ook, het is een uitdaging voor jou. Want als dit product het goed doet, moet je niet bang zijn om te experimenteren. Om een beter product te maken. Dat zijn allemaal de lichtelijke uitdagingen die we de ondernemers geven. Ja, helemaal. Kijkers, u heeft het allemaal gehoord. Mevrouw Verdies heeft ons heel veel informatie gegeven over wat het ministerie allemaal doet. Mevrouw Verdies, bedankt voor uw komst in de studio. En we wensen u en het ministerie heel veel succes toe. Hartelijk dank, mevrouw Goudland. Want zonder u zouden we de ondernemers ook niet kunnen bereiken. Helemaal. Gaat u nu weg? We zijn zo weer bij u terug met het tweede deel van In Gesprek Met. Tot zo.